Dat is een heel interessant het reisleider dilemma. Je gaat dus met een groep op reis. En altijd is het zo onder vrijwel alle omstandigheden zijn er wel een paar klagers op reis. Met verlossen. Kunt u mij horen? Ik hoorde van maar je ziet natuurlijk ook heel veel mensen die zich toch even laten vaccineren. Maar van de week iemand die zei ja ik kan niet op wintersporten dus ik uh, laat me maar, maar even prikken. <laughs> maar dan ben je toch ook een zak de bak dat je dat tot op heden niet hebt gedaan. Ja. En dat je nou daar nou, dit soort van lullige overwegingen jezelf wel laat vaccineren. Ja, nee, zeker. Ja, je moet ook omboeken. Want als je weg was naar Oostenrijk, dan gaat dat ook niet natuurlijk. Ja, Gommers had nog gezegd... Ik, ben, van... ik moet nog naar Rome vanaf 8 december. Ik ben heel benieuwd of dat doorgaat. Ja, ja. nou ja. De, 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 ik weet niet wat de cijfers vandaag weer zijn. Maar de, de, die 20.000 en plus, dus de, dat hebben we nog nooit gezien. Dat is nee. toch... Nee, dat zijn superieure cijfers. Ja. Die gelukkig, weer, omdat... Een groot deel van de bevolking wel gevaccineerd is, dus niet de dramatische. Als, als we niet gevaccineerd zouden zijn in het afgelopen jaar, ja, dan zouden we echt met een, een totale medische ramp zitten. Nou, Gommers zegt al, als Code Zwart zo meteen dreigt, zei hij volgens mij gisteren ergens, dan moet de, de medische specialist bewaakt worden door de politie. Want dan wordt het een keuze tussen leven en dood. Ja, nou, dat, ook dat, dat is mogelijk. Dat is in Italië op grote schaal gebeurd toen bij de eerste uitbarsting ja. natuurlijk niet precies wisten hoe dat aangepakt moest worden, ja. ja. Nou ja, goed, dan kom je weer op een ander terrein, dat, dat, dat die rare traditie die we begonnen zijn, om voortdurend iedereen en alles te bedreigen met de dood. Ja. Dat zijn, uh, ik, ook als je dat nader onderzoekt, blijken dat toch altijd mensen, waarbij echt wel vrij ernstig een steekje los is. Ik zag zo'n stuk over met, met de rechtbankverslagen, er waren een hele reeks van dit type van beledigers en, en dreigers was opgepakt. En het, het was wel een heel triest gezelschap, kan ik je zeggen. Je, je kreeg haast meelijden met zulke onbeschrijfelijke cirkels. Ja, je komt er niet bij, hè? Je, komt er, je snapt niet wat hun overwegingen zijn. Nee, nee, nou ja, dat, dat is, bleek toch dat mensen die langdurig werkloos waren, mensen die de klembaren komen te zitten in de psychosociale zorg. Het, het, het was een, een enorm triest clubje, ik kan niet anders zeggen. Er was nog een reactie van iemand die zei, uh, in Singapore zeggen ze tegen die mensen die zich dus niet hebben laten inenten. Nou, als jij op de IC komt, dan betaal je zelf de, de rekening daarvoor. En die meneer vroeg, Maarten, vind je dan een goed idee? Ja, geweldig zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar iedereen weet natuurlijk dat er een hoop mensen die, op de, die als gevolg daarvan op de IC zouden komen. Dat dat bepaald niet de mensen zijn die de duizenden, zo niet tienduizenden eh, euro's zouden kunnen betalen om dat zelf eh, te financieren. Maar nou, die zijn toch verzekerd? Nou, dan zal de verzekering zeggen: Ja, goedemorgen. Hé, we verwachten wel van u dat u de normale maatregelen ja. neemt. Ik denk dat dat wel ergens in het contract zal staan hier van je verzekering. Ja, nieuwe wet is dat in Singapore in ieder geval. Want de bedoeling van degene die dit zegt, is dat de Al mensen oud, het eigenlijk. zelf betalen. Niet dat ze een briefje naar de verzekering schrijven van, wilt u dat vergoeden? Nee, nee maar goed, je zou nog kunnen zeggen, dan moet je het eigen risico betalen. En dan, maar hij bedoelt het inderdaad, het volledige bedrag moet je zelf betalen. En zeggen zeg terecht, nou die hebben die, die slagkracht nee, niet. Nee, dat is je. flauwekul natuurlijk. Ja, een ideetje, maar dat is puur flauwekul. Het ja. tegenargument van de WAP is, is dat rokers en anderen uh, hun IC-opnames dan ook zelf moeten betalen. Daar breng ik dan weer tegen in dat rokers niet zorgen voor overbelasting van de IC zegt uh, Paul oud. Nou goed, dat was eventjes een reactie. Dan hebben we nog wat uh, jeugdboeken. Suggestie van jeugdboek. Een boek dat ik als jonge uh, enorm spannend vond. Uh, Willem Roda, door E. Helmans. Zeg maar helemaal niets. Want ik ga zo mijn jeugdboeken, nou laten we zeggen. Het is E. Helmans trouwens, pardon. Uh, we hebben dat al een keer. We hebben natuurlijk al een deel van mijn jeugdboeken besproken. We zouden beginnen aan de stripboeken. Ja, kapitein Rob. Maar misschien moeten we nog eerst even iets zeggen over de toestanden in onze brave Tweede Kamer, waar de, waar de leden van de Forum voor Democratie de oh, andere ja. leden van de Kamer bedreigd hebben met tribunalen. Ja. Wat een enorme opwinding heeft veroorzaakt. Hè, waardoor mensen nog negatiever zijn gaan denken, voor zover dat mogelijk was over Forum voor Democratie. En ja, ik moet je zeggen, ik, ik heb op dit punt een lichte afwijking. natuurlijk, ik, ik, het is idioot dat die lui dat zeggen, maar ik ik kan dat niet serieus nemen. Het is zo krankzinnig. En dan die, die, die jongens van Forum voor Democratie, die, die, die wonderlijke kneuzen. Hè, die dat dan komen roepen. Dan, en, en je weet dat het volstrekt onzin is. Het nooit zal gebeuren. En dan, dan, ja, hoe, hoe serieus moeten we dit nemen? Het, het had overigens wel een interessant neveneffect. Ik meen dat bij Op1 was besloten om niet langer deze gekken uit te nodigen. En toen schreef de, de, de tv-criticus van de NRC ja, en de Fortuin schreef van ja, die, die Opeenlui en het trouwens al die talkshows hebben wel ongelooflijk veel boter op hun hoofd. Want eerst hebben ze natuurlijk jarenlang al deze gekken uitgenodigd om de show een beetje op te leuken. Hè. Thierry Baudet een nou, vermakelijke gek. Ja, en het, ja ieder, elke familie heeft een gek. Waar, waar iedereen enorm om kan lachen. En nu, ja, nu blijkt dat eigenlijk heel vervelende negatieve gevolgen te hebben gehad. Dat we die lui zo op het paard getild hebben, als, als lollige figuren. En, en ja, hebben ze boter op hun hoofd? Ja, maar ik wou er toen nog aan toevoegen, na ik een stukje van Fortuin had gelezen. Ik denk, beste Fortuin, je eigen krant, de NRC, heeft daar ook uh, uh, uitgebreid uh, hand- en spandiensten bij verricht. Alle media hebben deze lui voortdurend. En dat is natuurlijk ook niet de eerste keer. We hebben het gezeik met fortuin gezien. We hebben het Geert, is Geert minder gek dan Forum voor Democratie? Helemaal niet. Alleen aan Geert zijn we gewend geraakt. En je denkt dan oh nou Geert, oké. Uh, uh, dit is weer iets nieuws. Laten ze sowieso eens ophouden. Alle talkshows, maar ook de kranten. Om al dit soort van volstrekte gekken. Jarenlang aandacht te geven, veel te veel aandacht te geven. Want laten we eerlijk zijn, mijn eerste primaire reactie: van... dat het natuurlijk lachwekkend is, die tribunalen, is natuurlijk de belangrijkste reactie. Het zijn marginale figuren. Ze hebben geen enkele invloed op het beleid, het zijn gekken. Alleen dan komen we weer terug op een langzamerhand vast thema. 15% van de bevolking is niet goed snik, waardoor ze ook in de Kamer zitten. Mogen ze daar andere leden bedreigen met tribunen Ik kan niet laten, het is verschrikkelijk om te lachen, om die tribunen aan te het heel serieus, hè? Ja, Schuurtzma, en dat is ook wel een beetje zijn taak als, als Kamerlid, dat begrijp ik wel. Ik ben natuurlijk geen Kamerlid, dus, maar ik, ik moet het toch, ik, kan, ik schiet er elke keer weer over. Dan. En dan die, die, die vergelijking met het Nurembergerproces en zo, het is allemaal zo volkomen knittergek. Ja, dat je denkt van, van hoe zijn we, nou, we daar gekomen? Dank u wel, van al onze talkshows. Net zo goed als we nu die BBB-mevrouw hebben. Ja, die overal opduikt. Je kunt die godvergeten tv niet aanzetten. Dan hebben we de, de BBB-mevrouw. Dat is een kamerlid met een politiek programma. Hou daar nou eens een keer mee op. Met die, met die, feestelijke, met die feestelijke introductie van een nieuwe gek. Want dat is het. Hey, hoeveel messiassen hebben we nu gehad in Nederland? Pim, Geert... We hebben dat al een keer op een Ja, we hebben ze allemaal. Nou, dan gaan we gaan het dus niet doen. Ja, en toen hebben Nogmaals, ze... ik moet er erg om lachen, die tribunal. Toen schreef iemand ook Maarten maar is bang. Maar het is toch een ernstige zaak. Maarten is bang, werd toen geschreven. Nou, ja, ik ben helemaal niet bang. Ik vind het wel vervelend. En ik heb toen al gezegd... Toen zei je dat je wel hey, bang was. Ja, bang. Ik ben... Bang. Ik vind het idioot dat die mensen... Elke keer weer, elke keer weer gebeurt dit. Dat is het gekke van de zaak. Hey. Alsof je niet bij Thierry Baudet vanaf het allereerste moment. elk normaal mens kon zien dat die man in goed snik is. Met de piano en de naaktfoto's? Ja, nou precies in onze kranten. Hè, die foto heeft ook in de NRC gestaan. En dat zwembad, hè, met, die, met dat uh, gebruinde lichaam. Ja, dat, dat ben ik dat, dat wil ik liever vergeten. <laughs> Daar word ik helemaal ibel van. Het wordt tijd dat die jonge jongen zelf van het tribunaal wordt gehaald. Dat is een blote reden. Maar als je, stel dat jij in die Tweede Kamer zou zitten, hoe zou je dan hiermee omgaan? Stel dat jij op de plek stond van Sjoerdsma. Ik begrijp dat Sjoerdsma bezwaar. Gemaakt. Maar wat zou je gezegd hebben? Ik zou gezegd hebben dat het zaak is dat het uh, presidium daartegen optreedt. En dat we niet, uh, niet voortdurend mijn kamertribunalen moeten gaan bedreigen. Maar dat ik, ik moet je zeggen dat ik moeite ze hebben gehad om mijn lachen in te houden. <laughs> ik ben heel voor een is een gezelschap. Ja, hoe moet je dat... Hoe zou je dat het beste kunnen zeggen? Het is een soort van ziek variëteit. Het is een soort. Het is te gek voor woorden. Heb je dan aan de linkse kant dan ook dat extreme? Dat is dan de SP. Ik nou, heb het dan? vaker nog gezegd. Ik ben opgegroeid met, met tien jaar lang linkse gekken. He? Jaren... Die, heb je nu, heb je die, die heb je nu ook, toch? Ja, maar die krijgen niet. Die komen niet in de talkshows. Maar wie is He. een linkse gek bijvoorbeeld? Ik heb geen idee. Moet je lang over nadenken, waarschijnlijk, wie een linkse gek is. Maar je had ze in de jaren zestig aan de lopende band. Wie dan? Nou ja, maar als de studenten dachten dat er een revolutie zou komen. Als je als student op de CPN stemde, dan dacht je dat Noord-Korea een geweldig land was. Ik bedoel, ja, dat is. <laughs> Precies even knettergek als deze, deze fris gewassen jongens van het, uh, van het fascistoïde uh, hoe heet het, uh, Forum voor Democratie. Ja. Dus, dus ja, alle media hebben hier boter op hun hoofd. En dat komt omdat natuurlijk de media draaien op sensatie, opwinding, gekkigheid. He, en, en veel politiek benul hebben ze niet. Het gaat ze om de kijkcijfers. Maar ook wel een taak dus voor de Tweede Kamerleden om met iets. Ja, maar ook een taak voor de redacties van al die godverheten talkshows. Ja, maar dat he. werkt natuurlijk samen. Let, let daar nou eens op. Ja. Ga niet met elke craziness in onze samenleving mee. Probeer een serieus maatschappelijk debat te voeren. In plaats van al die clowns uit te nodigen. Ja, maar je weet hoe het werkt. Op Willem Engel is ook een clown. Die heeft ook niks te zoeken in, in talkshows. Nee. Nul. Maar als je opvalt... Op psychiatrische behandeling ben ik bereid voor een gemeenschap te laten betalen, maar niet in de talkshows. Maar het gebeurt wel. Ja, maar dat is natuurlijk omdat Ik heb hem een kwartier lang, bij ben vergeten waar, hebben we horen uitleggen hoe de wereldsamenzwering in elkaar zit. Hè? Engel. Ja. Het is toch ook, het is op het niveau van de platte aarde. Hè? De Vereniging voor de Platte Aarde, die heb je ook. Ja, daar kwam overigens nog een reactie op, want jij zei de aarde is een, een rondje. Maar daar werd, niet, daar werd gezegd, dat klopt niet, dat is meer ovaal met afgetopte... Dat is waar, maar je moet niet zeiken. Hé, hey, maar die talkshows die nodigen natuurlijk mensen uit die opvallen. Dus die Kamerleden denken, we moeten hier Die, die eens... moet opvallen, ja. Misschien kun je je afvragen waarom ze opvallen. En of het misschien niet altijd uh, erg nuttig is om dit soort van mensen niet waar permanent in die talkshows aan het door ja, te laten. Maar jij valt ook op en daarom zit je ook in de talkshow. Ja, maar ik ben geen politicus. Nee. Nog even afzien van het feit dat ik heel andere opvattingen heb. lijstduur. En dat me de meeste van mijn opvattingen veel aandacht, positieve aandacht verdienen. Hè? Ik heb nooit gezegd dat er mensen voor tribunalen moeten worden gehaald. of gezegd. Nee, maar zij vinden ook dat dat een goede opvatting is, waarschijnlijk. Ja, dat vinden ze, maar daarin hebben ze dus volledig ongelijk. Ja. Je moet enorm oppassen dat je niet zegt: nee, maar het is, allemaal, eigenlijk, het is allemaal politiek. Dus het is. Nee, dat is niet zo. Nee, dat zijn, dat zijn verwerpelijke opvattingen. Ja, hey, maar nou, dan moet je dus niet, want dat is wat op Opeen had gezegd, dat ze plotseling hadden besloten die lui niet meer uit te nodigen. Nadat nou, je het eerst wel hebt gedaan. Eh? Dus je vindt het Denk een... dan even iets Hypocriet. beter na, hou ook op met de BBB mevrouw. Eh? Hef niet voortdurend elke nieuwe messias aan de rechterzijde van het politieke spectrum op het schild. Hou daar nou eens mee op. Het duurt al twintig jaar. Maar dan is het toch wel een goede ontwikkeling dat ze er nu mee stoppen? Nou, zelf vind ik dat wel juist. Maar je zult zien dat het. Uh, nou ja, ik, hoop dat het ik hoop dat het werkt. Ja. Maar we moeten ons wel realiseren dat we deze verschijnselen zelf veroorzaakt hebben en dat de medialogica niet waar inherent aandacht heeft voor gekkigheid. Voor sensaties. Voor sensationele dingen. Ja. Hoe vond je Martijn Koning toen bij Jinek, over uh, Baudet, die toen wegliep? ja, je weet dat Baudet heeft een speciale specialiteit gemaakt van weglopen. Net als Fortuyn. Ja. En natuurlijk de reactie van, Ginec, dat van, het, van de redactie van Jinek, die was wel heel erg ongelukkig. Ja, ja. ja want die ging meteen een excuses aanbieden. Hallo, als er nou iemand vraagt om een flinke roos, zou ik zeggen, is het, uh, is het Thierry Baudet wel. Ja. Maar die hele roos was nooit nodig geweest als we Thierry niet eerst op het schild gegeven hadden. Nee. Nee. Ja. En denk nogmaals, ik... vanaf het allereerste moment was duidelijk dat hij niet goed snik was. Nee, Al denk ik bij Forum ook nog wel eens Zij zoeken naar de dingen waarvan ze weten, hé, hey, dit scoort, dit gaan we roepen. Tuurlijk is dat zo. Zonder dit dat ze scoort. het zelf echt vinden. Ja, dat spreekt voor zich. Ik neem aan dat, dat de redactie van Jinek niet op de Forum voor Democratie stemt. Dat lijkt nee, me heel Nee, maar ik bedoel bij de mensen bij Forum zelf. Dat Forum zelf denkt, hé, hey, laten we eens even kijken, wat scoort er nou? Laten we eens wat bedenken. Waarmee krijgen we aandacht? Dat weet ik niet. Ik ben eerlijk gezegd, heb ik een vermoeden, dat veel van deze jonge luien inderdaad denken dat er tribunalen komen. Hmm. Waarin de zittende elite die waar, op gruwelijke wijze zal worden veroordeeld en vervolgens in het openbaar zal worden doodgeschoten. Op Noord-Koreaanse wijze, namelijk met luchtdoel geschud. Wil je nog iets zeggen over het document in de trein van uh, meneer Segers? <laughs> ja. Die heeft, dat heeft hij overigens geweldig gespeeld. Door meteen toe te geven. En te zeggen dat hij op de tafel gebonkt had met zijn hoofd. En ja, maar zo. Dave, heb je niet het idee van. Dit is heeft hij bewust zo gedaan? Nou, dat, dat is wel in mijn hoofd opgekomen. Dat hij het express heeft laten liggen. Niet waar, een beetje, een beetje te jennen. Natuurlijk omdat het in allerlei opzichten. een vrij progressief geformuleerd stuk was. Wat CDA en VVD samen hadden. in elkaar hadden geknutseld. Al ergens in de zomer begreep ik. Uh, en dat je natuurlijk daarmee, en dat zal de ChristenUnie misschien wel rollen vinden, de rechtervleugel van de VVD natuurlijk op stang ja Die ook onmiddellijk op stang bleek gejaagd te kunnen worden. Omdat de Telegraaf daar natuurlijk ook meteen uh, lucht in begon te pompen. Ja, maar na gen heb ik toch het idee dat ze zo ontzettend goed opletten met wat ze naar buiten toe communiceren en wat ze laten zien en niet? Nou ja, ik weet het niet. Ja. Heb ik, ik heb eindeloos veel jas in de trein laten liggen. Jassen? Ja ja ja, je, je stapt in als het regent hè, dat dus, is een beetje 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 kil weer begin van het voorjaar of zo. En naarmate de, de reis vordert wordt het prachtig weer, de zon gaat schijnen. En dan vergeet je jas, want die heb je alleen meegenomen omdat het, je, toen je instapte was het nog regenachtig weer. Dus dan vergeet je het. Ik heb, ik heb ook al jassen teruggekregen. als ze hoe heet het Gevonden voorwerpen. Ja, nou ja, precies. Dus ik kon uitvinden van wie het gaan was. Je dan heb ik van... een jas in een doos teruggestuurd gekregen. Oh ja? Dan ja, zei je van, zeker. ik heb een rode jas, ben ik vergeten in mijn uh, trein. Ja, ja, ik had erover gebeld. Ja. Even kijken. Dan gaan we, dan gaan we zo naar de uh, jeugdliteratuur. En dan hebben we nog even wat... Uh, even kijken. Oh ja. Cherryzard is inderdaad geen leeuw. Het is een draak. Dat was bij Pokémon. Zo. Daar hebben we het over gehad. Heel kort. Oh, ja, maar dat was mijn fout. Ja. Ik zei dat het een leeuw was, maar dat klopt niet. Ik wil zeggen, ik weet helemaal niks van Pokémon. Nee. Behalve uh, maar... die mensen die heel zenuwachtig door Noordwijk rennen. Ja. Komen er nog een nieuwe afleveringen van Hier zijn de Van Gossums, zegt uh, Maarten van Woudenberg. Ja, zeker. Die, die zijn klaar voor het komende seizoen, zijn ze klaar. Wij waren eind september klaar met de opnames en ik heb begrepen dat de eindmontage flink gevorderd is. En, maar ja, het wordt pas uitgezonden in mei, als ik het wel heb. Het... Oh, dan pas? Ja. Eerst waren we in januari en toen werd het uh, het alsmaar opgeschoven. Ja. Maar voor zover ik weet, wordt het in mei uitgezonden. Dit is Daphne, die zegt. Uh, ik luister als wat jongere luisteraar, 30 jaar. Nou, we zijn toch. Piep, jong. Nee. Ja. Maar ze hebben toch verschillende luistergroepen die uh, het zijn, het zijn niet alleen maar 60-plussers. Die wil iets weten over de vergrijzing in Nederland. Of je daar een keer iets over wil zeggen. Dus die kunnen. We... Ja, daar wil ik best iets over zeggen. Over de vergrijzing in Nederland. Natuurlijk is er in Nederland vergrijzing. En dat ligt natuurlijk een beetje. Nou ja, dat is de klassieke babyboom probleem. Ja. Namelijk dat wij, omdat onze eigen bevolking, even afgezien van immigratie, eh, zich tussen 46 en 68 eh, stormachtig eh, gegroeid is. Ja. Eh, dat is de zogenaamde babyboom. En dat leidt natuurlijk automatisch, als de, als de boom ophoudt, tot, tot een, een wat hogere mate van vergrijzing. Het interessante is natuurlijk, als je ooit een babyboom hebt gehad, die boomt na. Dus die babyboom die produceert na een tijd weer een iets kleiner boompje. Wat we en, nu hebben, we hebben nu ook weer een. De... Eh, dan weer, weer een kleiner boompje. Ja. Ja, dat we het nu hebben is waarschijnlijk tijdelijk en vanwege corona, ja, zit je thuis te vervelen en. Televisie is ook niks. Dus ja, van het een komt het ander. Je weet dat dit soort van situaties altijd leiden tot, uh, tot toenemende geboortecijfers. Denk aan al die brownouts in, in de Verenigde Staten. Dus als je gewoon, als je zegt van nou, we kunnen wel wat meer jonge mensen gebruiken voor de babyindustrie, dan moet je gewoon uh, moet je een aantal weken het licht afsluiten. Lockdown. Ja, een licht lockdown. Ja. Ja. Sam Mossink vraagt of je ook een keer iets over je favoriete films wil zeggen. Ja, ik inderdaad. moet nog even iets zeggen over oh ja. die, die vergrijzing door, ja. die, door die babyboom. De, de Nederlandse bevolking is minder vergrijst dan in de meeste andere West-Europese landen. Dus bij ons is het probleem, het, ja, het is er. Maar het is minder ernstig dan in landen die een zeer ernstige mate van vergrijzing vertonen. Japan, China ook trouwens vanwege die één kind politiek. Dat heeft heel verstrekkende demografische gevolgen. Ja. Janine vraagt: Kent u het boek The One and the Future King van T.H. White? Daar heb ik van gehoord, maar ik heb het niet gelezen. Oké, okay. dan iemand die zegt: Boeken die niet bij Amazon zijn gekocht, kunnen met het programma Calibre op een iMac worden geconverteerd om ook in Kindle te lezen. Soms heb je daarbij een plug-in nodig om een beveiliging te omzeilen, zegt Kees. Kees, lieve Kees, een plug-in geconverteerd. Dan ben ik al lang, al lang en breed niet meer thuis. Het moet doodsimpel zijn. Het is niet doodsimpel. Je hebt er waarschijnlijk urenlang aan besteed, aan geknutsel en gepruts voordat het voor elkaar was. Dat gaat niet gebeuren in mijn geval. En bovendien, als ik het zou proberen, gaat alles fout. Komt er een steekvlam uit de computer. Het hart start in. Nou ja, kortom. Alles wat fout kan gaan, gaat fout. En wist jij dat Winnie de Poel ook een Sovjet-beer heeft? Of een Sovjet-variant? dat wist ik niet. Maar kijk, ongetwijfeld staat ergens in de sovjet die dat Winnie de Poe eigenlijk door een Rus uitgevonden is. Maar je weet dat daar altijd in stond: de gloeilamp zijn maar niet door Edison uitgevonden. Die is door Pavel Litvinov uitgevonden. Twee jaar voordat de Edison hem uh, uitgewonden heeft. Ja. En dat is waarschijnlijk bij Winnie de Poe ook zo. Ja. Hij heet Winnie Poeg. Waarschijnlijk spreek je het anders uit. Maar Iris Molenaar, die overigens in Berlijn luistert, die is daar helemaal fan van. Oh. Ze zegt: Van uh, ik vind het uh, grappig hoe hij getekend is. Uh, zijn armen en benen die zitten niet vast aan zijn lichaam. Als die beweegt en de manier waarop het getekend is, roept nostalgie op. En het is heel lieflijk. Ondanks het feit dat de hoofdpersoon hier helemaal niet zo sympathiek is. Ik vroeg me af of Maarten deze versie ook kent. Zo niet, kan ik hem zeker aanbevelen. En dan ja, doet ze... Ik ken die versie. Oh, kijk eens even. Ja, daar heb je een knorretje met een ballonnetje. Dus knorretje zit er ook in. Ja. Uh, nee, ik ken die versie niet. En ik, ik heb ruim voldoende aan mijn, uh, okay. mijn herinneringen aan mijn kindertijd. En aan de, Winnie, de Engelse Winnie de Poel. Uh, natuurlijk in het Nederlands vertaald, want mijn moeder las het voor in het Nederlands. Dat spreekt voor zich. Dus ja. nee, ik ga, dat, ik ga me daar niet... Uh... Over administratie gesproken. Over worden. sowieso, de tekenfilm is dubieus, omdat Disney ook ja, ja, ja. de poel ingrijpend verkracht heeft. Ja, er zijn veel mensen die ook uh, van jouw leeftijd hebben zich gemeld. Daar zijn we het helemaal mee eens. En anderen die zeggen, we hebben het juist leren kennen doordat we het hebben gezien bij Disney. Dus, maar goed, interessant om dan ook ja, een keer de boeken een, te lezen. dat is een punt, ja. Kijk, heel, het hele probleem natuurlijk van, met van de, laten we zeggen, de, de, de beeldverbeelding is natuurlijk dat je in je eigen hoofd een andere idee daarover had. Hè? Ook de verfilming van boeken die je lief zijn, ja, dat is vaak een bittere teleurstelling natuurlijk. En eigenlijk zou ik beple willen bepleiten, ga niet kijken. En, en als je gaat kijken, weet, kijk kritisch, maar. Ik, ik heb altijd Winnie de Pooh in de Disney-versie. Dat is verwerpelijk allemaal. Nee, maar goed, de kinderen van Als nu... je daardoor die boeken bent gaan lezen, oké, okay, dan, is dan goed. Moet je verder, verder, verder houden van de Disney-versie en die boeken lezen. Dat ja. kan altijd. Maar goed, de ouders van nu en de kinderen van nu hebben weer hele andere series. Hè? Brandweerman Sam is nu helemaal. Brandweerman hek. Sam, ja. Ja, nou, ik moet je zeggen, mijn jongste zijn is ook enorm in, in, in brandweerwagens. Dat is echt. Je hebt ook heel veel speelgoed brandweerwagens die ook dat brandweerwagen geluid maken. Hè. Dat is ook heel heel fijn dat je dan voortdurend eh, met het sirene geluid te maken hebt in feite. Ja. En ik, ik volg natuurlijk, dat begrijp je, de kinderlectuur die, die volg ik. Even. Ja, er rupt nooit genoeg, dat is een beetje het enige ja. wat ik weet. Maar daarvan is de auteur recent overleden, dus bestaat dat ook al heel erg lang. Het rupt nooit genoeg. Ja. Ja. Oké, okay. nou, we hadden trouwens, Lightyear moeten we nog eventjes een, een datum sturen. Die blijven mailen. van Wanneer, wanneer kan Maarten? Okay. Volgens mij willen ze heel graag dat je langskomt. Want ik krijg iedere week een heel. Weet Maarten het al? Ik zeg oh. nou, ik zal het hem vragen. En dus bij deze heb ik dat weer gedaan. Nou ja, deze maand komt er eigenlijk ook niks van. Nee, ze hadden het over januari. Dat we iets in januari moeten sturen. Dat lijkt me prima. Ergens die is 11 januari dat zou moeten kunnen. Maar we moeten kort, er helemaal naartoe rijden. Hè. Dus dat is natuurlijk een hele dat, onderneming. Ja, dat is een heisa. Kortom, heisa. Misschien kunnen we dan de chauffeur vragen. Maar, waar is dat Lightyear? hier? Helmond. In Helmond ook nog? Man, man, man. Wat dacht jij dan? Helmond, dat ik Eindhoven is al een uur. In Helmond, dat betekent dus een uur en een kwartier minimaal. Ja, dat is verrijden, dus dat is helemaal naar het zuiden. Maar het is denk ik wel de moeite waard, dus wel aardig. Maar... Oké, okay. nou, we zullen een afspraak maken begin januari. Want we kunnen natuurlijk ook geen reclame maken. Hè? Nee, het gaat met name om de technieken. En uh, daar willen ze je wat meer over laten zien. Ja, ik was al erg aan naar een auto die dus op, als gevolg van zonnepanelen op het dak zichzelf zou, zou kunnen aandrijven. Dat ja. leek me een heel onwaarschijnlijke theorie. Ja. Oké, okay, nou, dan kunnen we nu de jeugdliteratuur doen en dan hebben we nog uh, Stalin en Lenin. We, ook nog, we hebben nog genoeg te bespreken. Stalin en Lenin, daar gaat er vandaag niet meer van komen natuurlijk. Maar nee. daar wil ik best eens een keer aandacht aan besteden als dat, uh, als dat de wens is. En wat had ik nou zelf? Ik had zelf laatst ook iets verzonden. waar ik dacht van oh, dat zou ik eigenlijk ook wel leuk zijn. Maar dat ben ik nu alweer vergeten. Postzegels in ieder geval niet, die hebben we al gehad. Hè? Nee, dat hebben we gehad. Dat, dat kunnen we niet doen. Nee, het was een of ander onderwerp. Was het niet de Vietnamese oorlog of ja, zo? Ja, dat, dat kan. Hoe is het godsmogelijk dat dan op het eerste gezicht verstandig land als de Verenigde Staten, niet waar, zich zo lang op een zo onbeschrijfelijk stupide manier bezighoudt met een conflict ja. waar het niets kon winnen. Overigens, de wet in Amerika is er doorheen, hè, van Biden. Nu gaat hij ja, naar de Senaat, hè? Ja, precies. Dus ja, Het woord doorheen is hier wel het eufemisme van de week. <laughs> want dat zal nog heel uitgekleed worden door de Senaat, als de Senaat überhaupt al akkoord gaat. En dan heb je nog, uh, hoe heet het, dat heb je conciliation. Dat betekent dat uh, waarschijnlijk verschillende versies van Senaat en Huis ook op een soort van gemeenschappelijke noemen worden gebracht en dus dat is dus voordat dat, als het er al komt, maar voor, is er voordat dat gebeurt, wel alweer een heleboel gebeurt. Ja, bovendien maken de democraten voortdurend ruzie onder elkaar, wat natuurlijk ook in de huidige omstandigheden van een zeldzame stompzinnigheid is. Maar je ziet, politiek hè, is natuurlijk ook voor een belangrijk gedeelte gelijkhebberij. Hè. Moeilijk om compromissen te sluiten. Uh, zowel van de ene kant als van de andere kant. Ja. En in het midden zitten al die brave mensen die de compromissen sluiten. En die het natuurlijk altijd gedaan hebben, want ze hebben het gedaan voor ons links en ze hebben het ook gedaan voor ons rechts. Hè. Dat is het, dat is het, het, het kartel, hè. Eén grote, één groot complot niet waar, om alles te verpesten en te ja. verkloten. Ja. Overigens wel grappig dat iemand stuurde die 15% is in ieder land, dat was een man uit België, die zei dat hebben wij hier ook die, uh... Ja dat verbaast me niks, het zou interessant zijn als die man dat nog wat aanpunt, is het ook zo'n beetje 15%? Zei die, in de mail die die stuurde. Ah, Oké, okay. nou dat vind ik wel interessant om te horen, ik ken geen Belgisch onderzoek waar dat ook uit blijkt. Uh... Nou, dan zou ik toch even nakijken hoe dat zit. Want dan zou het eventueel een nog veel algemener verschijnsel kunnen zijn. Maar in Amerika zijn. kun je daar misschien wat over zeggen. Ja, en dat, dat, het, dat het misschien toch raakte aan dat wonderlijke verschijnsel van. Uh, het zogenaamde. Uh, uh, hoe heet het? Reisleiderdilemma. Hè? Wat je is weet? dat? Nou, dat is een heel interessant, het reisleiderdilemma. Je gaat dus met een groep op reis. En uh, altijd is het zo, onder vrijwel alle omstandigheden. zijn er wel een paar klagers op reis. En die klagers, ik heb gegeven altijd hetzelfde voorbeeld, dus dat zal ik nu ook weer doen. Dus na het eerste gemeenschappelijke ontbijt eh, komen ze klaar. Ja, het, is, het was verder allemaal best aardig, maar het waren hele kleine broodjes. Wij vonden de echte broodjes veel te klein, dat, dat kan. Je kunt niet een reis die zoveel kost en dan uit je zorg een stuk kleine klote broodjes krijgen. Dus ja, wat doet de reisleider? Die zorgt voor iets grotere broodjes de volgende dag. Je begrijpt hoe dit afloopt. De klagers komen van, ja, dat is. Uh, ja, wij vonden die broodjes gisteren te klein, maar deze broodjes die zijn belachelijk groot. Ik bedoel, het zijn gigantische broodjes. Dat, dat kan toch niet? Je moet echt, echt zorgen dat dat, dat, dat een beetje een normaal. Nou kortom, wat je ook doet, het is nooit goed. Want die mensen zijn namelijk speciaal meegegaan om te klieren, te zeiken en te klagen. Meestal valt het overzicht enorm mee. Maar nu, hoe moet een reisleider hiermee omgaan? De kwestie is, je moet daar niet veel te veel rugbaarheid aan geven, maar je moet vooral proberen om de klagers te isoleren. Isoleer je ze niet, ze hebben vaak een besmettelijk karakter. Het is net of, of, of ze een ziekte kunnen verbreiden. Want als het, het, het kan groeien, het is meestal een procent of vijf of zo, als ik het wel heb. Maar als, als je niet oppast, als je ze dus niet isoleert, als je niet. Laten we zeggen, een, een gemeenschappelijk gevoel tot stand brengt bij de niet-klagers. dan kan het zijn dat de groep van 5% 10% wordt. En nou ja, of 15%. Hè? Dus ja, misschien zit het hier ergens dat er altijd wat je ook doet. zijn er mensen. Nou, sorry hoor, maar ik vind dit echt helemaal niks. Je hebt iets geweldigs georganiseerd. en... Nee, maar zit, daar zit ik ook vaak een Catch-22-element in. Dus, hè? Hoe isoleren je ze dan? Nou, door, door, door zo'n beetje te zeggen van nou, dit is uh, die manier die daar. Uh, nou, zo'n hele rare manier. Dat moeten we niet uh, nou ja, Er zijn allemaal technieken in principe om, om, om mensen. Ja, wat, in, in feite je isoleert ze door ze, voor, door ze voor gek te verklaren natuurlijk. Ze zijn ook gek. Dus dat is het probleem niet. Ze zijn ook gek dat ja. de andere mensen denken: oh, daar willen we niet bij horen. Want dat zijn de gekkies, dat zijn de wappies. Ja, dat zijn de wappies. Ja. Heb je dit ook al een keer meegemaakt als jij op reis ging? Nee, het valt echt mee. Oh. We hebben wel eens krankjes gehaald, maar in de praktijk eigenlijk. Maar wat zeiden die dan? Ja, dat we van alles en alles, maar nog wat deden de we niet goed. De Lezingen zijn te kort, de lezingen zijn te lang. Het museum is te groot, het museum is te klein. We lopen, we lopen te ver, we lopen niet ver genoeg. Nou ja, nogmaals, mijn. Er is altijd iets te klagen. Dat, 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 kun, je, dat kun je van tevoren kun je daarvoor geen papier nemen. Dus in zo'n land als dus Nederland valt altijd wel iets te klagen. Een deel van de klagers ongetwijfeld heeft ook wel deels gelijk in zijn klachten. Ja. Maar dat is heel gek dat vaak klagers eigenlijk helemaal heel weinig reden hebben om verschrikkelijk te klagen. Want het is, een, het is een onoplosbaar vraagstuk, daar ben ik van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat je een willekeurige groep van personen bijeenbrengt. en je zet ze in een bus en je gaat met ze op vakantie naar België. zal ik maar zeggen. dat je dit soort van verschijnsel. dat je daarmee te maken krijgt. Ja. Leuke vergelijking met de reisleider. want dat is eigenlijk kun je het vertalen naar het hele land. want die 15% kan ook nog. naar nou, 20% worden. Ja, nou ja. daar hebben we het ook eerder over gehad. onderzoekingen leren ons dat het. Het niet bijste waarschijnlijk is dat het, het kan wel iets meer dan 15% worden, maar, nee, maar over de 20% gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Okay. Waar wil je de, beginnen? De tribunalen, sorry, de tribunalen. Ja, van Jerry. Ja. jongen met die tribunalen. Ja, het was een of de hondenknuppel van Jerry die dit, die dit naar voren bracht in de Kamer. Ja. Kees, lieve Kees.